deze geweldige woorden. Dames en heren, welkom op de 6e Beekse Quiz. Want zo heet die voortaan, Beekse Quiz. Een bijzonder hartelijk welkom aan de clubs die het vanavond tegen elkaar gaan opnemen. En ik noem ze maar in volgorde op. De hockeyclub Prinsenbeek, de club die al voor de 6e keer meedoet. En met dit jaar heeft men versterking gevaard en gekregen van het Heren 4-elftal. Wie zijn dat, het Heren 4-elftal? Dat zijn die 5. Daarom, dames en heren, beweren ze dat ze vanavond gaan winnen. Hockeyclub Prinsenbeek, geef eens een applaus. Dan in Kuwatsu, die ook al vele jaren meedoet. Aanstaande zondag organiseren zij weer het jaarlijkse Drielinden-toernooi. Dames en heren, Kuwatsu, daar zit ze. Dan een trouwe deelnemer, de zaalvoetbalclub van Markzicht, oftewel het café van Toon van Toon. Nu gaan noemen met bijzonder veel respect spreekt. De vereniging doet voor het eerst mee, om de dood eenvoudige reden dat ze pas is opgericht eind 1996 en ze hebben nu al ruim 150 leden. Dames en heren, de heemkundekring Prinsenbeek. Daar zitten die. Dus alles wat Prinsenbeek heet, dat bewaren jullie voor de toekomst. Geweldig. Dames en heren, u pakt het bovenste formuliertje en daar gaan de antwoorden direct op. Daar liggen dus 5 velletjes bij u. Pak het eerste papiertje eraf. Daar komen de antwoorden op van de 3 vragen die ik stel. Voor iedere vraag krijgt u 5 punten als u het goed hebt. U mag met uw achterban overleggen, u mag opzoeken, u mag bellen. Kortom, u mag van alles doen. Na het belsignaal wordt het formulier opgehaald door de gastheren en de gastvrouwen. Dan gaan we nu starten. Ik wens u veel succes. Eerste ronde, sport. Daar gaat hij. Dames en heren. Hij vocht zich tot de eerste Nederlandse wereldkampioen. In 1994 haalde hij die titel als zwaar vedergewicht. Hoe heet deze bokser? Welke sport kent de visgraadpas? Welke sport kent de visgraadpas? En dan gaan we naar de laatste vraag. Als eerste Amerikaanse tennisser won hij zowel de US Open, de Australian Open als Wimbledon. Hij overleed aan AIDS. Hoe heet deze tennisser? Dat zijn de 3 vragen. U doet maar en mag niet weten wat ik met hem ga doen. Ja, en ga ik nou aan u uitleggen. Leon die gaat daar op de stoel zitten en ik krijg een koptelefoon. Om met jou 5 minuten te praten over carnaval. Want jij was dit jaar Prins Carnaval. Hij was Prins Carnaval. En hoe beviel jou dat? Nou, dat was heel gezellig. Het is een voorrecht om dat bij ons op de beek een keer te mogen doen. Ik heb zelf al aangehaald dat het maar voor 1 jaar is. En de witte van tevoren is dus nog niet alles gegeven. Je mag maar 1 jaar prins zijn? Je mag maar 1 jaar prins zijn. 1 jaar prins. Wie was jouw voorganger? Mijn voorganger was Dio van Gils. Dio van Gils. Van u, zeg maar. Ja, maar noem je die nooit, ja. Noem je die nooit zo met een prinsennaam of zo? Hoe heette die eigenlijk? Prins Dio. Prins Dio, ja, ja. Goed, had jij ooit gedacht overigens, Leon, dat ze jou tot Prins Carnaval zouden benoemen? Ik heb altijd gehoopt dat het bestuur het verstand zou hebben om het een keer te doen. Ik tref in jou de allures van jouw vader terug. Ja, ons vader is toch geweest, 22 jaar geleden. Is jouw vader Prins van de Beek geweest? Ja. Hoe heette die? Prins Casimir de Negende. Prins Casimir de Negende. Ken jij alle prinsen opnoemen die erin? Ja, dat is misschien een uitdaging. Ken jij ze allemaal bij naam of niet?
Renna Knillert, kom je? Probeer eens. Prins Reinier, Prins Safie, Prins Anatol. Oh, maar, oh, maar, ik hoor wel. Ja, dat zit goed. Dat zit goed. Zeg, luister eens, jij bent natuurlijk op een gegeven moment gevraagd door de Carnavalstichting. En wat vroegen ze jou eigenlijk? Hoe ging dat? Kun je dat vertellen? Ze belden op een donderdagavond op, om een uur of 11, of ze mochten komen buchten. En of ik dan de voordeur op een kier zou willen zetten, de gordijnen zou willen sluiten. En niet te veel licht en vooral het buitenlicht uit wilde doen. Toen kwamen er met z'n tweeën Jan Kleemans, de secretaris, en Marinus van Amerongen, de voorzitter, bij mij aan de deur. Om te vragen of ik interesse had om, om een jaar als prins voor te mogen gaan naar Boemeloes Carnaval. En hun hadden verwacht dat ik ze onder de nek zou vliegen, maar dat deed ik. Ik had mijn bedenkingen door allerlei redenen, om allerlei redenen. Maar de heer Van Amerongen die gaf zulke goede argumenten dat ik zei, ik doe het. En dan, ja, wat doe je, wedstrijd? Nou, wat ik allemaal doe, dat kan ik je niet vertellen, maar... ik heb ja gezegd om een keer prins te zijn. En dat vond jij eigenlijk wel het absolute einde. Eén keer prins van Prinsenbeek. Ja, of twee keer. Nee, maar ja, dat is een eer om het een keer te mogen doen. Is dat, ja, een eer, hè? Maar is het bij jullie traditie dat je dan bijvoorbeeld een aantal jaren later nog eens een keer kunt terugkomen als prins? Zo staat het niet in de statuten. Maar als ik je vanavond moet gaan kijken, zie ik dat je het wel vergaan kan. Heel goed. Zeg, jij hebt natuurlijk nogal wat prins ontmoet in het afgelopen carnaval. Wie vond jij eigenlijk de leukste? Prins Diederik van Breda. Die kan erg goed praten. Dat was een man met uitstraling, een humoristische man en een vent die het goed kon zeggen. Daar moeten wij geen nergens mee moeien. Zeg, als jij nou terugkijkt op deze periode, wat is jou dan het meeste bijgebleven? De grote optocht was een hoogtepunt. En het onthaal op 11 van de 11 in het Eikenbos. En het afscheid in het Eikenbos. Een vol Eikenbos. Ja, en je geeft alles in die korte tijd dat je prins was. En dan is het een stuk waardering als zo'n zaal helemaal vol staat op de dinsdagavond om 11 over 11. En dat heeft wel indruk gemaakt, ja. Ja, en nou ben je weer gewoon ambteloos burger, althans niet in de carnavalsfeer, maar wat doe je eigenlijk voor de kosten? Ik ben vertegenwoordiger bij Meneba Mail, dat is een mailfabriek, en wij leveren mail en bloem aan de bakkerijen. En ik verkoop daar nog wel lekker op. Ja, En heeft dat nou geholpen dat jij prins van Prinsenbeek was? Bij het, zijn ze dan bijvoorbeeld van prins, fijn dat je er bent of zo? Nee, want in de dorpen hier, de randgemeentes, leeft het carnaval veel minder. Ik kwam op de zaak in Rotterdam staat op kantoor. En het was na 11 november en ik kwam heel enthousiast op de zaak. Dames en heren, bedank ik Leon natuurlijk geweldig voor zijn bijdrage. Fijn dat jij het wilde doen. Goed, ik sta tegen Leon, super plaatje en neem een pilsje. Even kijken. Hij heeft het hoeveel keer genoemd? 11 keer. Nou, dat is toch sterk! 11 keer! Dames en heren, prins. En hoe is de gok afgelopen? Dames en heren, de hockeyclub heeft 11 ingevuld. Dus die heeft een finale plaats. TTT heeft ook 11 ingevuld. En dames en heren, de KVO heeft 12 ingevuld. En die zit er maar eentje naast. Dan heeft Amor Muze er 14 ingevuld en de Zwoertjes 15. Dat betekent dus dat hockey, TTT en KVO de eerste drie geplaatst zijn. Dames en heren, heeft ze geweldig applaus. Ja, en dat is nou een spel, harmonie en Zwoertjes, dat is het spel. Het is knap gesprek, vangersportiviteit, want wij gaan de eerste vangen stellen.
Let u op, er niks voor zijn uit de zaal, want dan wordt de zaal, de vaar wordt afgekeurd. Jury, let u op, de hele top. Daar komt hij. Wie won maar liefst 5 maal achtereen Wimbledon van 76 tot en met 80? Van Jaap Kouassou. Ja! En daar komen we bij, voor Kouassou. No. Voerder van het voetbalelftal van Engeland en hij droeg maar liefst 109 keer het shirt van de nationale ploeg. Wat is zijn naam? Kouassou. Is fout. Mag nog iemand proberen? Nee. 10 seconden voorbij. Dat is Bobby Moore. Kouassou, waar gaat er af? Let u op. 5 punten af! Jaren verloor de gemeente Prinsenbeek op 1 januari 1997 haar zelfstandigheid. De KVO drukt. 55 jaar mevrouw, is goed. Oh, wat gaat die goed, hè? De KVO, hè? Heb je nou van die pittige dames, hè? Kom op, Michael! Kom op, Michael! Hè? Michael, even kijken wat erbij komt. 4. Ben jij Michael? Ja. En dan zei je, wat bedoel ze dan? Kom op, Michael. Nou, waarschijnlijk dat we moeten weten, ja. Ze kunnen beter zeggen, hij moet van het groene woord, of vind ik dat ja, dat is ook weg. Hij lijkt er iets op, hè? We gaan naar de volgende vraag. Er heeft nog niet zo lang geleden het gemeentehuis van Prinsenbeek met plastic ingepakt. Van welke kunstenaar had men dit idee gestolen? Kouassou. Is goed, meneer. Christo. Derde vraag. Hoe heette de dorpsmanifestatie die in verband met de opheffing van de gemeente Prinsenbeek op... Ja, meneer Wien. Prinsenbeek Eindhoven. Is goed, meneer. Op 29 december jongsleden werd gehouden, Prinsenbeek eindeloos, en dat is, levert op 6 punten, hockeyclub. Straks schonken de zwoertjes bij gelegenheid van een 11 jaar bestaan, de hockeyclub, 1-0. Is fout. Beekse lokale, is fout. Er wordt maar 2 keer geantwoord worden. Daar zie je dat de vraag was tegen welk bedrag. Symbolisch schokken de zwoertjes bij gelegenheid van een 11 jaar bestaande Prinsenbeekse bevolking in de antieke pomp. En de zwoertjes kon je het zelf eens vertellen. Kom eens even. 11 centen, dames en heren. Want in die tijd moesten alle raadsleden 1 cent betalen en de 2 wethouders niet. Ja? Laatste vraag. Hoeveel wit... er moesten alles af. Dus kijk, wie moest er wel af? Witte banen heeft de Prinsenbeekse gemeentevlag. Kouassou. 3 is goed. Dames en heren, 3. En... zijn er 6. Dames en heren, op de 5e plaats is geëindigd. Samen met ja, een gedeelde 5e plaats is het. Ja, is dat een gedeelde 4e? Is dat een gedeelde 4e? Oké, okay, nou een gedeelde 4e. TTT, 51 punten. En de Pixelkade ook 51 punten. Dan is op de 3e plaats geëindigd de hockeyclub Prinsenbeek. Het doet me deugd, Prinsenbeekse hockeyclub, dat jullie daar nou bij waren in de finale en ook nog geld hebben verdiend vanavond. Dat heeft volgens mij meer gekost dan dat ik terugkrijg. Dan krijgen we, dames en heren, op de 2e plaats is geëindigd Kouassou. En op de 1e plaats de KVO, dames en heren. Ik vind het wel origineel van TTT, maar ja, ik zal het toch maar doen. TTT. En Roeland, ik wou jou namens de Beekselkade ook feliciteren met de 4e, 5e plaats. En waarschijnlijk heb je hier de 100.000 op.
alsjeblieft. Nou hou ik namens toch maar alle drie de prijswinnaars achter elkaar. Nummer 3, nummer 2, nummer 1. Mag ik één van u naar voren komen? De hockey. Ik weet dat het altijd moeilijk is om mee te doen. Mensen die 6 jaar meedoen en als eerste zich aanmelden en dan toch nummer 3 worden, ik vind het grandioos. Ik wou je hierbij feliciteren en hopelijk doe je ook de volgende jaren gezellig met de Beekse Quiz mee. Proficiat. U was bijna eerste, alleen u drukte waarschijnlijk te weinig op de knop. Maar nogmaals, een kleine attentie van de commissie voor de behalen van de tweede plaats. Hartelijk dank. En dan de dames onder ons, die zijn alle heren in de zaal te slim af geweest. KVO, geweldig dat je op een geweldige manier, ik dacht voor de 5e keer, aanwezig bent. Ik dacht dat je 16 vol had gemaakt, maar ik dacht dat je de 5e keer was. Maar het is een geweldig resultaat, want 5 briefjes is een aardig totaal om een geweldig feestje te bouwen met elkaar. Hier een klein envelopje namens de commissie en namens een ieder hartelijk dank om hier aanwezig te zijn. Dan wou ik het hierbij laten. Ik wou ook nogmaals zeggen, een geweldige avond was het en hartelijk dank voor je aanwezigheid. Dank u wel.